een mooie dag voor jou. Ja, zeker een mooie dag. Ik ben super blij mee. Dus, ik word zometeen Nederlander. Dus ik ben blij. Hartstikke leuk. Ja. Ik heb heel hard voor gewerkt. Ik heb een diploma gehaald om Nederlander te kunnen worden, zeg maar. Welk diploma heb je gehaald? Ik heb tot MBO niveau 2 gestudeerd. Heb ik mijn diploma gekregen. En ja, voor Nederlandse nationaliteit moet je een inburgeringcursus volgen. En als je je diploma haalt, dan mag je officieel Nederlander worden. Maar de aanvraag duurt dus 1 jaar tot je iets hoort of je mag Nederland worden, ja of nee. Okay. Ja. Ja, ik werk AO, maar ik kan wel overal in. Bijvoorbeeld kan ik wel waar ik wil gewoon naar vakantie gaan en zo. En ja, dan weet ik wel dat ik kan wel bepalen dingetjes kan ik wel zelf regelen. Hartelijk welkom, hard gewerkt om het Nederlanderschap te verkrijgen, of welke documenten dan ook. Taal geleerd, onze gebruiken geleerd. 4 mensen uit Syrië, in Syrië geboren, dan zit het al meer, zie ik. Oh, ja, kijk aan. Uit Groot-Brittannië, uit Engeland, United Kingdom, ja. U denkt, Brexit, ik kom maar hier. Ja. Welkom hoor. Welkom. Iemand uit Indonesië? Ja. Ja, u, dit jaar geweest. Uit Joegoslavië? Dat was dit jaar, welkom. Uit Nigeria. Dat was u, dat bent u. En de laatste uit Thailand. Hier ben ik. Daar bent u. Maar u hebt het al op zak. U hebt deze stap, en het heleboel van u, deze stap van de vorige dag genomen. En achter elk van u zit een bijzonder verhaal. Een bijzonder verhaal van hoe u in Nederland bent. Maar ook een bijzonder verhaal hoe u uiteindelijk Nederlander geworden bent. Dat u daar heel veel voor hebben moeten doen. Of een keuze die u ook hebt gemaakt. En dan bent u straks Nederlander of hebt u de papieren die daarbij horen. En daarmee wil ik u alvast feliciteren. En ik zou u ook de uitdaging, ik hoorde net al iemand die zei, ja maar ik ga dat al doen, ik ga dat al doen. Ik heb zo op die manier ook mijn bijdrage voor Nederland. Want dat is natuurlijk waar je eigenlijk allemaal voor staat. Wat is nou Nederland? Elias. Viciat. En dan...